Onder water vuur. We hebben een maatcilinder. Daar gaan we een klein laagje kaliumchloraat toevoegen met een trechter. Hoe moet je dat vanaf? 99%. Daar gaan we even een laagje van in maatcilinder toevoegen. Even het deksel eraf. Voorzichtig wat water toe. Je moet ervoor zorgen dat kaliumchloraat intact blijft. Zo goed mogelijk. En we voegen ongeveer 15 ml water aan toe. Doe dit heel rustig. En zorg er dan voor dat het lage kaliumchloraat zo goed mogelijk intact blijft. 15 ml toegevoegd. Een stukje fosfor gaan we snijden. En een stukje dat nog niet gereageerd is. Andersom, dan snijdt hij. gaan we een stukje snijden. Moet erg voorzichtig gebeuren en onder water, omdat anders doet dat geen. Ja. En nog een klein stukje van deze kant. Ja, doen we deze schuifjes een beetje op. Dat is een beetje goed. Nou, deze is wat minder. Nou, we hebben een paar stukjes fosfor. En die gaan we toevoegen. Stukjes fosfor in oplossing laten vallen. Snel, hè? Anders gaat hij al reageren. De kunst is het om de zwavelzuur echt bij het fosfor zelf te krijgen. Dat is erg lastig onder water. Ja, hè, want je ziet die damp raakt het bekerglas samen met je andere hand. Voel eens hoe warm die is. Nee, bekerglas. Is die warm? Oké, maar zo, hier blijft er. Zo, doe maar dichter, ja.